Welkom opnieuw bij onze wekelijkse vlog. Ik begeleid jullie graag mee door onze week. Eerst en vooral zijn we begonnen met Johan en Eddy, die een bezoek hadden in Nederland. Zij gingen naar VIAG om de samenwerking te bespreken. Ja, ik denk dat we vandaag samen gezeten hebben rond samenwerking met VIAG. Hoe zie jij het? Ja, we hebben een mooi gesprek gehad en er zitten heel veel aanknopingspunten waar ik echt heel enthousiast van word. Er zitten echt concrete bouwstenen waarvan we niet alleen zeggen we komen nog een keer terug, maar daar willen we graag met jullie mee aan de gang. Ja. Dus ik zie je volgende ontmoeting echt dat we dingen gaan neerzetten en zeggen kom op, en nu gaan we het ook inderdaad. Schitterend, gaan we vooral doen. Ja, mooi. En dan Andreas, die kon zich blijkbaar moeilijker concentreren deze week tijdens de vergadering. Waarbij dat je dan ook leert, hier is een probleem geweest rond dat New Horizon, wil ik veel welke module, is hier een probleem geweest. Ze hebben dat zo opgelost. En voor een andere vergadering bleek hij dan weer op de verkeerde plaats te staan. In de Xmeide op de vismarkt en gedacht een bezoekje te brengen aan de lokale Annabel, maar ze bleek niet zo geïnteresseerd. Hedwig en Louis, die waren wel op de juiste locatie. Zij bespraken de aankoopcentrale van Victor via de welke je de goedkoopste Microsoft-licenties op de markt kan bestellen. Goh, is eigenlijk wel ongelooflijk, Louis, als je ziet hoeveel mensen dat er nu Office 365 licenties bij ons bestellen. Ik vraag me eigenlijk af, moest je nu kunnen daarom de som maken? Hè? Hoeveel geld dat we eigenlijk die bestuur hebben laten tot nu toe besparen? Dat moet echt, dat zijn tientallen en tientallen duizenden eigenlijk euro's. Dat is zeker wel. Ik denk dat het misschien nog iets te vroeg is om die rekening al te maken, maar op tijd van het jaar kan dat zeker kunnen doen. Afsluiten doen we met Jochem van Dorpen uit Deerlijk. We verzorgen vanuit Victor een premium begeleiding voor Deerlijk. En Jochem vertelt jullie wat het voor hen inhoudt. We zijn een relatief klein bestuur met een kleine IT-dienst die heel veel op zich ziet afkomen. En we zijn niet alleen natuurlijk, maar de hele organisatie. Het hele GDPR-verhaal kwam erbij sinds vorig jaar. Maakt ook wel dat we voelden dat we nood hadden aan wat ondersteuning. Dus we waren eigenlijk heel tevreden op het moment dat het premium verhaal van Victor op de voorgrond kwam, zeg maar. Voilà, en zo sluiten we de week weer af. We zien jullie graag terug volgende week en aan de vakantiegangers, geniet ervan. Je bent nog niet aan het opnemen nu toch? Jawel, ja. Ik zat nog met het idee van wat gaan we in de volgende.